Hallo, ik ben Mieke Doks en ik neem jou mee doorheen het klassieke voorjaar. Als communicatiemedewerkster bij Flanders Classics en renster bij Lotto Soudal Ladies zijn de klassiekers extra speciaal voor mij dit jaar. Beleef alles mee behind the scenes met Behind the Classics. Let's go! Goedemorgen. Ik ga nu nog snel losrijden samen met de parels. En nadien vertrek ik richting hotel. Gepakt en gezakt, nu vertrek ik richting kantoor. Wat is jullie pronostiek voor mijn Brabantse pijl? 13e. Hoe jongens? Sick, ja. 23ste. Lotte? 17. 27. 27. Maar zeg. Geen druk, maar allee, het is te presteren. Ik ben hier aan het hotel aangekomen van mijn mannelijke collega's. Ik ga hier zo meteen Philippe Gilbert en Tim Wellens spreken. Twee oud-winnaars van de Brabantse Pijl. En ik ga nu nog uitdagen. Hallo, ik ben Mieke. Zien jullie morgen? Helemaal. Mooie wedstrijd. Brabantse Pijl. Eén keer gewonnen. Het is altijd leuk om terug te komen naar een wedstrijd waar je gewonnen hebt. Ja, heb je een speciaal gevoel naar die wedstrijd? Met speciale doelen? Of? Maar nee, het is al de laatste keer van de vele koersen tot nu toe. Ja, ik probeer gewoon om te genieten en mijn best te doen. En ja, ik vind het gewoon spijtig dat ik heb nog niet kunnen een goede prijs kunnen rijden. Dus afgelopen wedstrijden en afgelopen vlogs vroeg ik vooral tips aan andere mensen. En vooral ene vraag komt nog altijd terug, want het is nog altijd niet goed. Ja. Mijn positie in koers. We hebben een goede quote in de ploeg, is who wants it the most? Dus als je met iemand aan het vechten bent voor een positie, wie van jullie twee wil het meeste op die positie zitten? Dat is ook een stuk mentaal. En anticiperen? Ja. Want daar zijn mogelijkheden op deze parcours. Ik denk meestal, dus juist na de top, weet je, als iedereen moet even herstellen als je komt van achter, daar kun je een verschil maken. Dus als ik een tip geven, dat is dat. Dus wat denk jij ervan als wij een challenge doen met de vrouwenploeg tegen de mannenploeg om het beste resultaat te rijden? Goed, deal. Ik doe daar mee. Maar niet winnen dan morgen. Dat gaat een moeilijke worden, sowieso. Maar ik ga mijn ploeg motiveren om er toch alles aan te doen. Heel veel succes. Doe dat goed. Dat de beste mogen winnen, hè? Ja, dat voor jou ook. Today I went to the Hotel of the Men team and I talked to Philippe Gilbert and Tim Wellens. I challenged them, so we have a challenge with the team, to the men's team. So we have to win, our girls. De laatste Flanders Classics dit seizoen. Ik ben wel een beetje nerveus omdat ik zo toch wel gepiekt heb met deze periode. Ik heb zondag het rondje verkend, dus ik had het nog niet eerder gereden. Ik had ook nog nooit de Moskestraat gedaan. Eigenlijk komt het weer op hetzelfde neer, gewoon positie. Fingers crossed en zien dat we de mannenploeg kunnen verslaan. Dat wordt een extra motivatie om morgen ons best te doen, denk ik. Ik heb een uitgedaagd, hè. Dus met de eerste vrouw of man die dan het beste resultaat heeft. En wat krijg je te winnen? Ik heb er misschien over nagedacht. Dat is wel echt zeer. De lijdensweg van Eefje Brand. We zijn er niet eens aan de koers begonnen. Make sure you're on time. Wauw, hoe zie ik eruit? Hoe zie mij eruit? Mooi. 45ste. Dat was heel, heel lastig. Ik heb heel hard afgezien. Ja, ook in de regen. Ja, hoe was het bij jou? Ja, niet goed. Niet goed. Nee.
slechte dag. Kan gebeuren, hè? Ja, zeker. We hebben nog een cadeautje voor jou, omdat de laatste, laatste voorjaarsklassieker is van Flanders Classics. Ja, mooi. Leuke trein voor jou. Goed, dankjewel. Allee, ga je maar snel douchen. En, succes nog, hè. Doei. Ja, de Brabantse Pijl zit erop. Ondertussen ben ik al een beetje frisser terug. Ik ben benieuwd wat mijn mannelijke collega's gedaan hebben. Ikzelf ben 45ste geworden en mijn ploegmaatje Mijntje heeft het nog ietsje beter gedaan en zij is 42ste geëindigd. Daar zien we het al, hè. Tim Wellens van 9e plaats geëindigd. We hebben dus helaas verloren, maar gelukkig hebben ze nooit gevraagd wat de winnaar zou krijgen als die wint. Goed gedaan, mannen. Alles voor de eer. Voilà, het klassieke voorjaar van Flanders Classics zit hier helaas op. Het is mijn beste voorjaar dat ik tot nu toe heb kunnen rijden. Ik ben tevreden en ik ga tevreden de tweede helft in van het seizoen. Bedankt om te kijken en hopelijk tot snel. Doei! Vond je deze vlog leuk? Like dan deze video en abonneer op het Flanders Classics kanaal.